Met souplesse duwde hij de deur naar het trainingsveld van de hertgang open. Marcelo, glimlachend als altijd op weg naar de training. Als voorbereiding op het Europa League duel met Napoli. Een paar uur later zat hij handenschuddend aan tafel met Marcel Brands. Zijn contract is opengebroken en verlengd tot 2016. I can continue my work here by that club. And I do the same as before. I do my best always. Nou, het contract wat we oorspronkelijk hadden afgesloten zou aan het einde van dit seizoen aflopen. En dat hebben we eigenlijk vernieuwd. Er zat een optie in voor nog 2 jaar. PSV wordt steeds voorzichtiger met opties. Dus we hebben eigenlijk dat optieverhaal niet gelicht. En daar een nieuw contract van gemaakt. En dat loopt nu 1 jaartje langer. Wat verwacht je van hem? Nou, hij heeft in het begin denk ik moeilijk gehad. Even met de aanpassing, zeker naar het Nederlandse systeem. Nou, ik denk dat hij met name daarna steeds meer gewaardeerde kracht binnen de selecties geworden als echte verdediger. En je ziet nog steeds progressie. En wat dat betreft is men in de technische stap ook daar uitermate tevreden over die ontwikkeling. En ja, op zich is hij nog steeds redelijk jong en zit daar denk ik nog steeds meer rek in. En wat hij natuurlijk ook meebrengt is een stukje winnaarsmentaliteit. Hij wil altijd tot het uiterste gaan om te winnen. Dus dat is ook belangrijk voor PSV. En dan is er nog het voorkomen van doelpunten. De verdediging met name krijgt veel kritiek dit seizoen. Maar Marcelo houdt vertrouwen. It's not hard because we know how you can play. You know, if you play normal, we can win all the games because we have best team right now, I think, in my opinion. And sometimes doesn't happen how you want. But we have to keep on, you know. Have to train good, play good. And in the end we're gonna be everything okay. Als centrale verdediger scoorde hij dit seizoen 1 keer, dat moet meer. Toen we hem uit Polen haalden, had hij in het laatste seizoen daar uit mijn hoofd 7 goals gemaakt. En vaak wel vanuit standaard situaties, hij is natuurlijk sterk in de lucht. En dat soort dingen, daar is hij dus zelf ook heel natuurlijk mee bezig. Ja, I showed score more goals. I had not many chances, but a few chances. And I try. After I signed your contract, I'm gonna make more goals. I hope so. En dan zien wij vaak dit lachende gezicht.